Een van de verschillen tussen depressieve en gezonde mensen is de manier waarop ze dagdromen. Bij depressieve patiënten kan het hersennetwerk dat verantwoordelijk is voor dagdromen in overdrive gaan, waardoor het al snel kan omslaan in piekeren. Wat gebeurt er in het brein van een depressieve patiënt en welke veranderingen kunnen ervoor zorgen dat mensen zich somber voelen of donkere gedachten krijgen? Daar wil ik naar op zoek. Mijn onderzoek focust daarbij op spontane hersenactiviteit. Dat zien we vooral wanneer iemand in rust is en die eigenlijk gewoon niets aan het doen is. Absoluut. Zelfs als je helemaal niks aan het doen bent, is je brein nog volop in de weer. Je kan nog steeds dingen horen, zien of voelen. Misschien begin je wel te dagdromen of plannen te maken voor je volgende vakantie. En wat interessant is, de hersennetwerken die daarvoor zorgen, zijn ook heel belangrijk om emoties te verwerken en te begrijpen. En dat is natuurlijk cruciaal in onderzoek naar depressie in het brein. Spontane hersenactiviteit bepaalt zo mee hoe je je gedraagt, hoe je omgaat met emoties en ook of je ziek of gezond bent. In mijn onderzoek gaan zowel mensen met een depressie als zonder een depressie in de MRI-scanner, waarbij we zo hersenactiviteit in kaart brengen. Op die manier willen we hersenkaarten opstellen om zo de verschillen tussen depressieve en gezonde breinen te zoeken. Onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat het hersennetwerk dat actief is bij dagdromen niet optimaal werkt bij depressie. Het hersennetwerk kan in overdrive gaan, waardoor het al snel kan omslaan in piekeren en emoties een plaats geven moeilijk wordt. Ik wil graag onderzoeken waarom dit netwerk niet optimaal functioneert, maar ook hoe het zit met andere hersennetwerken en hoe dit alles gelinkt is aan depressieve symptomen. Door spontane hersenactiviteit te onderzoeken, proberen wij, samen met onderzoekers van over heel de wereld, de biologie van het depressieve brein beter te begrijpen. En zo zullen we hopelijk depressie beter kunnen opsporen en behandelen, zodat die patiënten in de toekomst ook weer zorgeloos kunnen dagdromen.